Wow, mensen. Ik ben net in een of ander raar roze dorpje terechtgekomen. Maar ik hoorde dat ik hier een missie had. Dus ik ga meteen even kijken wat die missie is. Hallo, 008. Je bent een speciaal agent. Je bent de opvolger van James Bond. Je gaat één missie. In deze missie heb je twee onderdelen. Het eerste onderdeel is om in te breken bij het paleis. Door overal in de huizen te kijken, kan je een tip krijgen om naar het volgende onderdeel te gaan. Succes, 008. Waar is mijn shirt? Ik snap hem. En ik ben klaar voor mijn uitdaging. Ik zet mijn headset op. Oh, en het is tijd om te gaan. 008, let's freaking do it. Oh nee, want dan ben ik zelf. Nou ja, ik ga het doen. Alright, wat is die? Hallo bezoeker. Ik heb deze map gemaakt omdat het leuk is. Deze map is een storyline. Lees het verhaal goed, anders snap je het misschien niet. Regel 1, doe de deurtjes weer dicht. Deurtjes? Welke deurtjes? Er zijn hier helemaal geen deurtjes. Oké. Klik hier als je alles hebt gelezen. Ik heb geklikt. Oh nee, het roze dorpje. Het mysterie van het roze dorpje. Wat gaat hier gebeuren? Kunnen we hierin? We kunnen hierin. Oh my god. Ik ben echt een spion. Een boek en quill. Oké. Interessant. Het boek. Het boek. Bla 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 bla. Wow. Wow. Dit is wel heel imposant. Kan iedereen hier dingen uitpakken? Want dan is waarschijnlijk het boek weg. Dagboek. Dag 1. Ik heb een puppy gekregen en ik heb hem geuit. Vind ik mezelf lauw. Ik heb gezwommen vandaag. Ik vond het leuk. Yay. Oh my god, dit helpt mij echt om de crimineel te vinden. Kijk achter het paleis. Kijk achter het paleis. Wat heeft dit te betekenen? Wat betekent dit allemaal? Dit is mijn gevaarlijkste missie tot nu toe. Laten we kijken. Zijn hier nog tips? Of waren dat alle tips? Oh, er is wel cake. En eten. Is er nog meer? Nee, er is niet meer. Oké, we gaan snel naar binnen. Is dit het paleis? Ik denk het wel. Laten we eens achter het paleis kijken. En daar zien we een gigantisch stuk sneeuw. Zoals misschien ook vandaag. Ik hoorde dat er ijzel viel. En misschien ook sneeuw. Wat is er achter het paleis? We hebben het gevonden. De enige echte ingang. Oké. En nu? Nu zijn we in het paleis. Waar moeten we nu heen? Aha! Een geheime deur. Een geheime doorgang. Wil je de deur weer dicht doen? Ja, tuurlijk. Crimineel. Oh, ik zie het echt al voor zo'n crimineel er staat. Hé, leuk dat je bent ingebroken, maar zou je nog even de deur willen dicht doen? Dankjewel. Alright. Ja, oké. Hij werkt. Klik hier voor de teleporter onderdeel 2. Oh my god, we hebben het gevonden. Ik weet niet wat we nu hebben gevonden, maar we hebben het gedaan. Op naar teleport 2. Onderdeel 2. Wow, dit is een ondergrondse fortress of zo. 1A. 1A wat? Wat 1A? Wat? Command block. Oké. Er staat niets in de command block. 1A. Dispenser. Dispenser, don't entray. Wet 726. Oh, 726, dat was het. Dat was het. Ik vergeet altijd welke wet het is, maar het is zo fijn dat dat er even bij staat. Wat vinden we hier? Heb ik een elytra aan of zo? Ik voel het. Ik voelde het gewoon. Hey. Oh nee, we zitten vast. Oh nee. Nou, gelukkig kunnen we weer omhoog. Zouden we dan toch naar binnen moeten waar het staat dat we niet naar binnen moeten? So badass. Woo. Ja, I knew it. En het is maar goed dat ze hier 3 ladders neerzetten. 3 is beter dan 1. Mocht je het trouwens nog niet doorhebben, dit is een map die is gemaakt op de Dodocraft server door een kijker. Ik weet eigenlijk niet door welke kijker, maar dat zal ik straks wel even checken. Maar die heeft dus gewoon een heel ondergronds ding gemaakt. Oh shit! Ah! Hij heeft me! De crimineel is te slim!
Ik ben gewoon outsmarted. Ik ben outsmarted. Dat was echt heel erg turp. Oké, we gaan weer naar boven. Ik doe rustig het dingetje achter mij dicht, zoals elke crimineel dat graag wil dat je doet. Nou, laten we dan maar naar boven gaan. Geniet van het uitzicht. Het is gewoon een stenen grot. Wat moet ik hiervan genieten? I don't snap. Of is dit een hint? Zie ik nu iets? Nee. Zie ik hier iets? Ook niet. Waar moet ik heen? Het is toch echt een mysterie, het tweede onderdeel. Moet ik ergens een button vinden of zo? Oh! Hij deed het. Hij is een echte 00A8. Woe! Let's go. Made it? Oh, gelukkig. Mojang code. Oh nee, de code. Wat is het voor code? Code, jongens, onthoud het. 7735OX67237X. Ik heb hem onthouden. Wat moet ik met deze code? Zet hier het boek in. Oh, dit is het onderzoekbureau. Oké. Snel. Oh, ik kan het niet droppen. Oké, dan doe ik hem wel zo erin. Hupsakee. Het boek zit erin. Wat nu? Onderzoekbureau, wat hebben jullie gevonden? Zeg het! Wat hebben jullie gevonden? Hou me niet langer in spanning! Moet er iets gebeuren? Oh shit, misschien moet de tekst aanstaan. Oh nee. Oké, wacht even. Ik doe wel mijn Elytra erin. Krijg ik iets van tekst? Nee. Wat dan? Ik snap het niet. Het onderzoeksbureau. Wat wil je van me? What do you want from me? Oké, ik ga even kijken wat hieronder moet gebeuren. Want hier klopt iets niet. Hopper. Command blok. Hopper. Oh, die komt dan weer hier. En de command blok? Wat doe jij? Bij de hopper? Hallo? Waar is de command blok heen? Command blokkie. Oh, die is hier. Die kan ik niet bekijken. Oh nee, die heb ik al gebruikt. Volgens mij hebben we gewoon de missie voltooid, mensen. Volgens mij zijn wij gewoon de beste agentiers. Het is een interessant ding. Ik vind het idee was super dope. Laten we dat even voorop stellen. Het idee was echt lachen. Alleen de afwerking heeft nog wel de wensen over te laten. Ik geef je daarom ook een retry om in de Half Brothers te komen. Want ik vind dit net niet genoeg. Maar wij gaan gewoon nog een map doen, omdat we nu toch bezig zijn. Laten we meteen gaan naar de tweede map. En we zijn bij het nieuwe plot, namelijk die van JPowerX1000. En hij heeft een kijkplot. Nou, ik weet niet wat een kijkplot is, maar dat gaan we dus nu blijkbaar zien. Hey, leuk dat je op mijn plot bent gekomen. Dit is een kijkplot. Geniet van mijn bouwwerken. Ik heb er veel tijd in gestoken. Hashtag Brodo, made by JPowerX1000. Helper aan de berg, Lennertje. Kijk, dit is de buitenkant. Oh, wat heeft hij? Oh, de punten. Punten van spelers. Ik weet niet hoe je aan punten komt. Hij heeft echt een flinke bergje zitten maken in de plotserver op Dodocraft. Dus ik vind dat sowieso heel tof. Ja, we gaan gewoon een beetje rondkijken. Kijken wat hij heeft gemaakt. Gewoon een beetje waardering hebben voor kunst. En we kunnen nu naar binnen. Dat is hartstikke kunst. Woo! I like it. Mooi standbeeldje erbij. En volgens mij was dit. Het is gewoon een soort van kijkgrot. Als je het zo wil noemen. Maar ik vind het leuk. Origineel leuk iets nieuws om te zien. Ik mis een beetje de interactie. Maar ja, daarvoor is de plot natuurlijk niet gemaakt. Maar je snapt wat ik bedoel. Alsnog super dope dat je even zo'n bergje uit de grond hebt gestampt. Maar we gaan nog even één plotje doen. Omdat het kan. We zijn bij de derde plot. Dat is een plot door Nuki Games en Prosery. In dit plot zijn er eigenlijk alleen maar minigames. Geen storylines. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, we hebben wel genoeg storyline gehad met onze 008 avontuur.
Hierachter kan je beginnen. Veel succes. Begonnen op 22 december, klaar op 26 december. Laten wij eens kijken. Hup naar beneden, hup naar rechts. Oké, prank. Het huisje is de ingang. What? Oké, dit was echt... Ik ben er gewoon vol in getrapt. Kledingwinkel. Hier. Oh, hier. Oké. Welkom bij de quiz. Dit is de quiz over YouTube en YouTubers. Wanneer bestond YouTube? Was het in februari 2005, februari 2006, februari 2004? Ik denk 2004. Beam! Sorry, fout. Oké, dan 2005. Ik kan me niet voorstellen dat het 2006 is. Goed zo, yay! Waarschijnlijk zat ik al met het idee van YouTube in 2004. Dat zou het zijn. Hoeveel abonnees heeft Dodo ongeveer op 22 december? Nou, we zitten nu op de 193.000 of zo. Ik weet het niet. Hoeveel zou ik hebben? 22 december, dat is anderhalve week geleden. Hoeveel zou ik erbij hebben in anderhalve week? Nou, ik denk 4.000 dan. Ik denk 4.000 in anderhalve week. Yes! Lekker! Hoe heet het kanaal van Sam de Mid dan? Ja, dat heette altijd Project Minecraft, ja. Niet Project Minecraft, maar nu heet dat Midnan. Hoe heet het kanaal van Sam, a.k.a. Midnan? Ja, dat is dan Midnan. Goed zo. Het stond een beetje in de vraag, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Wat is de echte naam? What the? Wat doen jullie hier? Olafs. Hey, yo. Hij knikt ook met zijn hoofd. Hallo, ik ben Olaf. Ja, welkom. Wow, ik moest even hikken. Felix, John of Michael? Nou, dat is natuurlijk Felix. Goed zo, vlieg nu maar naar boven. Oh, dat zal ik zeker doen. Ben ik weer geprankt? Oh, nee. Dolf. Oh, nee, niet een dolf. Spaar mij. Spaar mij. Ik verdien dit toch niet. Wow, ik ben echt veel te goed. Ik ben veel te goed in Minecraft. Welkom bij Parcours. Veel succes. Je mag cheaten als het echt niet lukt. Nou, het gaat sowieso... Het gaat sowieso... Dit is echt zo'n stomme ingang. Ja, YOLO. Ik wilde zeggen, het gaat sowieso lukken, maar dat neem ik nu een soort van een beetje terug. Ik haat het als er iets boven je hoofd zit. Oeh, een ladder. Ha! Oh, nee. Oh, nee. Laddertje. Oei. Oh, nee, ik moet shift indrukken, hè? Oké, we gaan gewoon shift indrukken. Shift! Lekker. Hupsakee. Ah, shit, ik wilde het te snel doen. Nee. Kom op. Shift! Lekker, Wouter. Oh, nee, niet weer trappetjes. Oh, oké. Wow, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Kom op, Wouter. Jij kan dit, jongen. Hiervoor ben je afgestudeerd. Nee, oké, dat is niet helemaal waar. Yes! Eindelijk, het einde. Nu kan je even uitrusten op een speedrun. Bij de speedrun moet je oppassen. Er zijn wel blokjes waar je moet springen. PS, kijk ook even naar de pixel arts. Veel succes. Wow! Awesome. Ik kijk er nu alvast naar, want ik ga geen tijd hebben tijdens de speedrun. Maar we gaan het gewoon doen. Speedrun. Mooie pixel art. I like it. Ziet er cool uit. Daar heeft flink wat tijd in gezeten. En dat dit dan allemaal... Oh! In 4 dagen is dat best snel. Vlieg omhoog, baas. Vlieg omhoog. Ja, lekker. Spring. Scherpe bocht naar rechts. Spring. Lekker. Spring. Ja, komt-ie. Spring. Oh, had ik dat moeten springen? Ja, ik deed gewoon, want ik ben YOLO. Spring. Ah. Oké, dit gaat nog best nice. Ja. Spring. Woehoe. We deden het. Succes en nu komt... Oh nee, zo. En nu komt er een dropper. Alleen cheaten als het nodig is. Nou, voor een dropper... Oh, ik kan het einde niet zien. Meestal kan je het einde wel zien. Maar nu gokken we gewoon dat die daar is. Oké. We doen hem 1 keer opnieuw. Eigenlijk moet je al nu een terugteleport hebben. Maar dat kan je natuurlijk alleen met de command block. Dus ik begrijp dat dat niet altijd mogelijk is.
Ah, oké. Ja, ik ga niet weer helemaal terugvliegen. Maar je moet eigenlijk hier dingen neerleggen, een soort van pressure plates, dat als je erop komt, dat je dan weer wordt teruggeteleport. Dat is denk ik het chillste. Welkom bij Wat Wordt Dit? Als je het ziet, weet je wat je moet doen. Veel succes. Wat wordt dit? Ik zie alleen maar broken shards van Witch Wars. Ik weet niet eens wat het echte item is. Maar ik denk inktsec. Ja, waarschijnlijk dan het donkerste, omdat er een inktsec in zit. Goed zo, yes! Oh, ik werd even teruggezet. Wat wordt dit? Dit is een schieter. Niet een dropper, maar een dispenser, denk ik? Ik weet dat niet, ik maak nooit die dingen. Wat is een dispenser? Is dit een dispenser of dit? Ik denk deze, want die heeft een mondje open. Zo, pew, pew. Die schiet, zeg maar. Yes! Wat wordt dit? Twee op elkaar. Het wordt denk ik niet mossy. Ik denk deze. Jammer. Oké, dan deze denk ik. Chiseled. Goed zo, yay. Wat raar dat je dan twee op elkaar doet en dat er dan een patroontje komt. Welkom bij Zoek de Verschillen. Ik neem wel aan dat je weet hoe dit werkt. Succes. Ja, ik weet het. Het is een rode bloem. Dat is een witte bloem. Oh, wacht even. Je moet het aantal... Oh ja. Nu weet ik het weer. Het aantal. Oké, daarboven mist ook iets. Dat is dus 2. En dan nu de derde. Ja, op de vloer mist er 1. Dus dat is 3. Yes! Oké. Het is lastig dat het tegenover elkaar staat. Het schilderij is in ieder geval anders. Hier zit een bloemetje. Dat is 2. Er mist daar een plaatje bovenop. Dat is 3. Wat nog meer? Ik denk 3. Oh, je kan geen 3. Het is 4 of... 5. Bloemetje. 1. I don't know. Ik denk dan 4. Yay! Ik zag hem niet, maar oké. 2 of 3. Oké. Wat zien we? We zien hier op de grond. De vloer is anders. Dat is 1 verandering. Kijk, waarschijnlijk even bij de boekenkasten. Is daar iets anders? Ja, want hier is een trappetje en daar is een slab. Dus dat is 2. En daar zitten 3 potions in. Hier zitten er 2 in. Dus zijn 3 verschillen. Bam. En deze moet nog gemaakt worden. Weer een parcours. Oh man. Hup. Speed parcours. All the way. Oh nee, ik zie al die palen. Nee. Dit is echt niet voor mij gemaakt. Dit is absoluut niet voor mij gemaakt. Oh, ik kan er niet eens opkomen door erop te vliegen. Hupsakee. Kom op, en dan deze. Ja! Oh, deze is echt gewoon verschrikkelijk. Hupsakee. Oh, er nog eentje. Kom op. Oké, nou die gaat niet lukken. Ik zal wel de trappetjes speciaal voor jullie doen, omdat jullie het waarschijnlijk super fijn vinden als ik die trappetjes doe. Maar ik ben er wel beter in geworden, zie je? Is dit onzichtbaar? Oh nee, ik moet er gewoon helemaal niet heen. En daar ging mijn internet even uit. Ik denk dat ik nu even offline de video moet gaan editen, zodat die alsnog op tijd, redelijk op tijd, voor jullie online is. Ik hoop desondanks dat je de video leuk vond. Sorry dat het zo'n abrupt einde is. Volgende keer gaan we natuurlijk gewoon keihard er een feestje van maken. Net zoals dat we dat elke dag doen. Dus ik wil je alsnog bedanken voor het kijken. Wil je een duimpje omhoog doen, dan zou ik dat heel erg waarderen. Vergeet niet om te abonneren en zie ik je morgen bij een nieuwe video. Tot morgen mensen. Ciao.